Dit is een hoopvolle, meer dan een bevestigende. Want ik kan hem al wel geloven, maar ik kan hem nog niet helemaal voelen. Het mooie ding. Mijn lichaam. Wat heb ik daar een strijd mee gehad? Ik heb natuurlijk een mannenlichaam gehad, terwijl ik vrouw was. Dus daar had ik last van. Niet erg bewust, maar ja, dat speelde wel mee. En ik was altijd veel te dun. Ik was zo'n ielmager kindje. Laatst gekozen begin. Ik was ook hartstikke onhandig. Ik vond dat ik niet kon sporten. Maar dat heeft misschien ook wel te maken met het feit dat ik niet zo veel van mijn lichaam wilde. Ik heb dat ook niet geprobeerd, dat sporten. Dus ja, een beetje een haatrelatie met mijn lichaam, mijn hele leven. En toen mijn transitie, daar veranderde van alles in mijn lichaam waar ik blijer van werd. En dan moet je zeggen, je moet houden van jezelf zoals je bent. Maar nee, dus als je trans bent, dan werkt dat niet. Dus ik deed een aantal dingen. De hormonen doen me erg goed. Vrouwelijke hormonen in mijn lichaam. Mijn gezicht werd er zachter van. Qua uiterlijk, maar ook zachte wangen. Ik heb het al over mijn borsten gehad. Die werden niet zo groot als ik gewild had. En daar ben ik nu mee vrede aan het maken. Maar dat lukt maar half, want ik heb nog steeds, draag ik dingetjes in mijn borst om ze groter te maken. Af en toe. Bij sommige kleren wil ik dat. Eigenlijk vooral bij hele dikke kleren zoals deze trui. Nu draag ik ze, want dit is gewoon een mannentrui. Dus het is leuker als daar ook een beetje borst in zit. Dus nu ben ik hem aan het foppen. Maar ik ben intussen ook van mijn borsten aan het genieten zoals ze zijn. Want ze zijn eigenlijk best heel mooi rond. Alleen klein, dus je ziet ze niet in zo'n trui als ik er niet wat in prop. Dus het is een beetje half-half. Ja, ik ben aan het genieten van mijn lichaam. Maar ik ben ook aan het afvallen omdat ik vind dat ik te dik ben. En dat is natuurlijk niet hou van mijn lichaam zoals het is. Maar op een of andere manier denk ik dat ik meer van mijn lichaam kan houden als er niet daar zo'n... En waar het ook mee te maken heeft, is het is zo dik daar beneden. Ik heb echt zo'n buikje wat een beetje, zelfs al een beetje, hoe noem je dat? Een kuiltje heeft, zo bijna. En dat betekent dat ik mijn neovagina niet kan zien, want dat buikje zit ervoor. Dus ik heb in mijn hoofd dat ik dat buikje weg wil. En ik ben niet heel fanatiek aan het afvallen. Ik let een beetje op wat ik eet. Ik snoep niet meer. En ik wandel meer. Dus eigenlijk doe ik gewoon gezonde dingen. Dus als ik niet afval, dan heb ik in ieder geval nog de winst van de gezonde dingen die ik doe. Ik heb nu voor de 10e keer op een dag is het me gelukt om 10 kilometer te lopen. Op een dag hoor, niet in één. Ja, soms in één. Maar lang niet in één, want ik doe pleinwacht en dan loop ik ook van alles. En dan hoef ik niet die hele 10 kilometer. Ik ben benieuwd of ik dat volhou. Het doet me goed. Wandelen is fijn. En ik heb ook het gevoel dat ik fitter word. Dus ik kan mezelf voor de gek houden dat ik het daarvoor doe. Daar doe ik het niet voor, maar het is mooi meegenomen. En het is waarom ik het vol kan houden. Dus ik ben heel benieuwd of ik straks over een half jaar, want ik denk dat het wel een half jaar duurt, als het al lukt. Ik ben in ieder geval stapje voor stapje van mijn lichaam aan het houden. En af en toe streel ik mijn lichaam.
En in sommige kleren vind ik het heel mooi. En wat ik heel fijn vind, dat is ook dubbel. Ik draag de oude vreselijke naam als corsetten. Dat vind ik heel akelig klinken. De nieuwe naam is bodies, het is shapewear. En dat is tijdens ook dat dubbele van. Want ik draag ze omdat ik het fijn vind dat strakker op mijn lijf. Ik hou ook, dit is mijn... mijn legging. Ik hou van leggings en van panties. Maar die zitten strak op mijn benen. En dat gevoel vind ik fijn. En datzelfde gevoel heb ik bij bodies, shapewear bodies, die een beetje strak om je heen zitten. En natuurlijk doen die ook wat met het buikje. Dus ja, het is een beetje een rare relatie met mijn lichaam. Ik hou ervan, maar dan moet ik allemaal wel dingen doen. En als ik gewoon zo patsboom helemaal bloot ben, dan lukt het nog niet helemaal. Maar ik ben op weg, zeg maar. Deze is wel echt een hele andere dan alle andere dingen. Maar ik wist even niet, ik had even geen inspiratie voor een boek of een film of wat dan ook. En toen dacht ik, ja, maar dit is waar ik op dit moment mee bezig ben. Ik ben leren aan het genieten van mijn lichaam. En dat is heel bijzonder voor iemand die haar hele leven in haar hoofd heeft geleefd. En eigenlijk deed alsof ze helemaal geen lichaam had. Dus is dat heel bijzonder. Houden van mijn lichaam. En dat een mooi ding vinden.